Ik ben zadelmaker. Gelukkig getrouwd en vader van twee kids. Een zoon en een dochter. Dat is Marcel Miller. Ja, 9 van de 10 keer krijg ik een pannetje opgestuurd, een zadelpan. Noemen ze dat, dat is de basis. Die ga ik dan schuimen, shapen in overleg met de klant. Vaak hebben ze al wel een idee natuurlijk wat ze willen, want er Instagram en Facebook staat genoeg. En dan gaan we dat bekleden. 9 van de 10 keer zwart natuurlijk. We hebben een hele tijd gehad met die café-race dat het bruine en het cognac ontzettend in was. En dan hebben we nog allemaal verschillende soorten stiksels natuurlijk. Met een kleurtje voor striping van in een tank of zo, weet je wel. Dat kan je dan terugbrengen ook weer in het zadel. En je kan niet een AliExpress zadel bestellen met dat rode stikseltje erlangs wat dan ook weer terugkomt in je tank of in je streepje op je velg. Wat bij die zadels vaak is dat het of niet zit. Of niet aansluit op je tank of op je subframe of wat dan ook. Er zijn natuurlijk wel complete subframes en zadels te koop. Maar dat straalt, heeft geen karakter, zeg maar. Uitstraling van de visstick, vind ik. Ik vind het mooi om te bouwen. Ik vind het vet om mee te denken met een klant. En dan tot iets moois komen. Het is zeker mijn werk, zeg maar. Het is echt een bedrijf in mijn eentje. Maar ik beschouw het wel echt nog steeds als een hobby. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk, zeg maar. Ja, het is ook elke dag weer anders. Café racen, choppen, bobben, wat dan ook. Als ik niet tevreden ben, dan gaat het mes erin en dan gaan we weer overnieuw. Het moet wel goed zijn. Ik moet zelf net zo blij zijn als de klant, zeg maar. Misschien nog wel iets blijer. Ik vind zelf een beets met een pillion pad. Dat vind ik mooi, zo'n solo seat. En dan een beetje het gebruikte leer, de used look, zeg maar. En dan met zo'n mooie klein pillion pad, zo'n klein zitje achter op het spatbord. Gewoon door het spatbord heen geschroefd. Dat vind ik echt wel het mooiste zadel. In ieder geval niet door mij gemaakt, laat ik het zo zeggen. Dat klinkt een beetje afbreuk op mezelf. Maar daarmee bedoel ik meer dat dat het altijd beter kan, zeg maar. Er zijn aardig wat zadelbouwers waardoor ik me laat inspireren. Beets, zeg maar. Dat bestaat al 100.000 jaar, bij wijze van spreken. Ja, die maakten die mooie solo seats en nog veel meer mooie seats. Die King & Queens uit de 60, 70 jaren, die zadels. Ja, dat vind ik geweldig. Of een mooi apart café racen zadel, weet je wel. Wat je dan met de klant heel klassiek futuristisch noem maar wat. Ja, dat vind ik te gek. Het echte custom, zeg maar. Dat is mooi. Japan is altijd knettergek qua custom bouwen, weet je. Die gaan hier bouwen verschrikkelijk mooie dingen. En zij gaan nog weer 10 stappen verder, bij wijze van spreken. Ja, dat is leuk om met die gasten ouwe hoeren en te doen. En welke materialen, noem maar op. En dan deel je dat met elkaar, heen en weer. Had een gozer zo'n scrambler fiets en dat met groen krokodillenleer, zeg maar. Een mooi fel groen met rood naar het roze toe, zeg maar. Ja, dan denk je van oké, hoe dan? Weet je wel, wat een combo. Maar als dat dan op die fiets zit, ja, dan denk je wel van ja, gast, dat klopt helemaal. Dat heb je mooi bedacht zo. En dat is heel leuk. Weet je, als mensen echt out of the box durven denken. Ik vind het verschrikkelijk mooi om te bouwen en te doen. Maar zelf heb ik niet eens een rijbewijs. Dat moet nog komen. Die heb ik met mijn 5-jarig bestaan heb ik die gekregen. Ik heb LTS gewoon gedaan. En dat was eerst dan timmeren. Ja, daar vond ik niks aan. Het laatste bedrijf waar ik heb gewerkt is bij die Volkswagenbussen. Dat is echt mijn passie, die oude spelbus T1. En daar begon de jongen met bouwen, motoren bouwen. En toen ben ik zadels gaan maken voor hem. En dat is compleet uit de hand gelopen. Ja, vaak de basis dan. Dat begint met waar de klant ervan maakt. Dat kan multiplex zijn, dat kan aluminium zijn, blik, polyester, forex, noem maar op. En dan gaan we dat schuimen. Ik heb een heel goede foam, zeg maar, met een mooie hoge densiteit. En dat foam wordt dan geschuimd, geshaped gedaan in de vorm zoals de klant het wil hebben.
Dan gaat er een plastic laag overheen, vanwege het weer wat er in kan gaan zitten, regen, noem maar op. En dan gaan we bekleden in de desgewenste stiksel en ja, kleurleer. Of vinyl, vinyl is ook mogelijk, antislip, noem maar op. Ja, je hebt contact met de klant en die krijg ik al foto's van de motor. Marcel, ik heb zo een pannetje gemaakt, kan je hiermee uit de voeten? Nou, en dan sturen ze het pannetje op of ze komen met de hele motor langs. Dan, ja, dan gaan we dat schuimen, dan ben je heen en weer aan het appen of aan het facetimen om dat schuim helemaal te laten zien. Moet hij wat schuinen, moet hij wat dikker, moet hij wat dunner, wat ronder, noem maar op. Ja, dan gaan we bekleden en dan hebben we een eindresultaat en dan is het opsturen naar de klant.